Detoxen. Detox is geweldig en het is goed en het is vooral gezond. Alleen, de meeste detoxen missen een klein stukje. Een stukje opvolging die maakt dat die detox niet heel langdurig voor je werkt. Dat ga ik je uitleggen en vertellen wat dat is. Ik zou goed opletten. Hallo, mijn naam is Duco Kanij. Ik ben de grondlegger van de methode Kanij en Body and Mind Connection. Detox. Ik ga je vandaag uitleggen wat een goede detox is die ook gewoon doorwerkt. Waar je gewoon, nou ja, levenslang wat aan hebt. En niet omdat die detoxmethode dan zo goed is, maar vooral om wat je ermee gaat doen als opvolging na de detox. De meeste detoxen werken niet omdat die opvolging er niet achteraan zit. Ik ga je vertellen wat die opvolging is. Heel simpel. We beginnen natuurlijk met de detox. De detox bestaat... Volgens ons, na echt dat helemaal onderzocht hebben, zijn we erachter gekomen en dat roep ik al een tijdje. Je begint met apple cider vinegar. In de ochtend in 1/3 glas lauw water, hoppa, op de nuchtere maag. Heel belangrijk. Vervolgens ga je, en dan komt hij als je detox elementje, intermittent fasting en apple cider vinegar, ga jij intermittent fasting doen. Je gaat gewoon niet meten tot 's middags 1 of 2 uur. Op die lege maag ga je de dag in. En dan gaat je lichaam lichaams eigen vetten verbranden. Dat is fantastisch. Waarom? Die vetten slaan allemaal dingen op. Punt 1. Ze slaan je afval op. En het afval in je vetten komt vrij en kun je dan uiteindelijk je lichaam uitgooien. Dat is echt een detoxie. Bijeffectie, positief. Je haalt veel meer energie uit vet dan uit suiker. En omdat apple cider vinegar met intermittent fasting leidt tot vetverbranding... van jezelf, lichaams-eigen vetten en geen suikerverbranding meer, heb je opeens veel meer energie. Die energie ga je aanwenden om activiteit te verrichten en daarop ga je ook makkelijker kunnen sporten, afvallen en helderder zijn in je hoofd. En nu komt het. Je moet je cellen herstellen en gezond maken om je detox door te laten werken tot in de oneindigheid. En dat doet fulvinezuur. Dat is een van de kleinste moleculen van de natuur en is de natuurlijke transporteur van alles wat leeft. Dieren, mensen, heel veel planten. En zuivere fulvinezuur is ongebonden. Dat wil zeggen, er zit geen rommel aan. Geen mineralen, geen metalen, geen vitamine, geen spoorelementen. En daarom is het de perfecte, zeg maar, transportmolecuul om troep de cel uit te krijgen en... voeding de cel in te krijgen. Want hij diffundeert, zoals dat heet, heel goed, heel makkelijk door de celwand heen. Hij kan vrij bewegen, cel in. En hij kan alles meenemen wat je nodig hebt. En daarmee onderhoudt hij een gezonde cel. Hij zorgt ervoor dat de afvalstoffen uit de cel gaan. Daarmee onderhoudt hij een schone cel. Dat onderhoud moet je wel een beetje steunen. Je moet het een beetje makkelijk maken voor de fulvinezuurmolecuul. Waarom? Anders heeft hij te zwaar en dan lukt het niet. Dus wat doe je? Je gaat zorgen dat je een soort van gezond eet. Gezond eten betekent eigenlijk niks anders dan geen troep. Geen alcohol, geen... Nou, zeg het is onverzadigde vetzuren. Geen suikers. Dus je laat zoveel mogelijk koolhydraten om ervoor te zorgen dat je lichaam zo schoon mogelijk blijft. Fulvinezuur in combinatie met apple cider vinegar en natuurlijk intermittent fasting zorgt ervoor dat de detox die wij vinden dat de beste is, apple cider vinegar, fulvinezuur en natuurlijk daarbij intermittent fasting, fantastisch loopt. Dus, jij wordt wakker, apple cider vinegar. Ga je niet eten daarna, pas om 1 uur of om 2 uur. Dat heet intermittent fasting. En vervolgens doe jij 3 keer op een dag. Na je apple cider vinegar. Na je lunch. Liefst koolhydraatvrij. En na je avondeten. Liefst koolhydraatvrij of arm. Doe jij fulvinezuur. Fulvinezuur, dat is eigenlijk het beste in de vloeibare vorm. Doe jij in een beetje water. Daar wordt het water zwartig van. Drink je op en vervolgens gaat hij zijn werk doen. En onderhoudt hij de effecten van je intermittent fasting en van je apple cider vinegar.
Het interessante is, bij de mensen die bij wie we dat hebben gedaan, dat zijn er best wel heel veel geweest hier bij ons op de praktijk over de afgelopen tijd, zie je afvallen, serieuze kilootjes. Ik heb gezegd, een vriend van mij, bijvoorbeeld Mark Pilacek, die viel voor 8 kilo afgelopen in 2 weken. Andere vriend van mij, die zegt, joh, natuurlijk ongelooflijk, de mist is uit mijn hoofd, ik ben weer helder. En al die mensen die we hier hebben gedaan op deze manier, dan praat je over, ik denk een kleine 200, die mensen, die zeggen, ik val af, ik heb meer energie, ik ben niet meer moe, en ik voel me gewoon echt helemaal super, ik zit vol energie, ik kan alles aan. Dat is hoe het werkt. Apple cider vinegar, intermittent fasting, vulvinezuur. We hebben nog een extra ingrediëntje toegevoegd, omdat de apple cider vinegar ervoor kan zorgen, is samen met de intermittent fasting, dat je wat tekort komt te zitten in je vitamine, mineralen. Dat moet je aanvullen en hebben een prachtig middeltje voor. Maar daar kunnen we een keer over hebben, want dat is een interessant middel wat ervoor zorgt dat je volledig gevoed de dag in kan. Iedere dag opnieuw. Dat bij elkaar hebben wij een pakketje gestopt om ervoor te zorgen dat iedereen alles heeft, maar dat werkt echt. Grote verschil als jij een detox volgt. En je geeft geen opvolging door ervoor te zorgen dat die cellen helemaal schoon zijn en daarna volledig gevoed, middels vervinezuur, gaat het er niet worden. Dan is het even leuk en daarna houdt het op. Dus je kan elke kuur doen, ga sapkuurtjes doen, werkt prima. Ga andere kuurtjes doen, die zijn echt hele mooie, maar volg het goed op. Volg het op met vervinezuur en dat andere middel. Dat andere middel ga ik het volgende keer over hebben. Ga ik uitleggen hoe dat werkt en wat het voor je doet. En waarom dat in combinatie met vulvinezuur fantastisch werkt. Daarnaast is het klaar. Dan heb ik niet nog een ding en nog een ding. Dat doen we niet, want dan word ik een beetje gek van natuurlijk. Daarnaast is het klaar. Maar dan weet je het allemaal. Kijk ook de volgende. Mocht je deze zinvol hebben gevonden. Of leuk. Of misschien gewoon alleen maar gezellig. Like hem eventjes. Of wel abonnee. Zou ik echt geweldig vinden. En dan ga ik je de volgende keer uitleggen wat we toevoegen om ervoor te zorgen dat jouw cellen ook nog eens optimaal gevoed zijn. Ik spreek jou de volgende keer.